Hans Roelofs, oprichter van dit leuke festijn. Wat heb je gedaan? Ja, Jan, wat hebben we gedaan? Ja, ik eigenlijk niets. Veenstra heeft het 80 jaar volgehouden in Almelo als dansschool. We hebben de tent gesloten en ja, er is een moment gekomen om een reunie te organiseren. En ze hebben mij gevraagd om daar ook enigszins in mee te helpen. En dat doe ik natuurlijk met veel liefde. Gerard hier, de coördinator van Huis van Katoen, waar ook een expositie is de afgelopen maanden, wat nog duurt tot 1 april. En die hebben er 180 gesteld, 180 geteld. En vol is vol, zegt hij, dus kunnen niet meer binnen. Het Veenstra. Dat klopt. U zei net dat u bijna iedereen kent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Is maar een enkeling dat ik even goed na moet denken. En als ze dan een naam zeggen, dan haal je het truc wel weer uit. Dan denk je, oh verrek, ja. Dan ziet wel of aan de mond of aan de, ja, weet niet, of aan de spraak. Maar ja, dan ken je ze wel gelijk weer. Okay. Niet aan het lopen? Niet aan het lopen. Sommigen niet, nee. Ja, sommige bewegingen. Ja, vooral uit de jaren 50, daar valt wel een beetje tegen aan het lopen, hè? Ja. Daar zijn er ook heel veel van, hè, nog. Hoe oud zijn die dan nu ongeveer? 80? Ja, 81 is de oudste, denk ik. Ja, okay. Ja, leuk, hè? Ja. Johan Fickert, van wie was dit idee? Dit idee dat komt van Hans Roelofs en dan in samenwerking hier met Huis van Katoen, met Gerard en Ria. Wij hadden hier de expositie. En Hans die kwam ook. En op een gegeven moment zei Hans van, goh, dat lijkt me een leuk idee om een reunie te organiseren. Ik zei, nou prima. Ik zeg, ik geef een medewerking. Ik zeg, maar jij moet het meeste werk doen. Nou, en dat was geen probleem. En ook hier Hans en Ria van het Huis van Katoen, die hebben zich ontzettend ingezet. En dan samen met Hans. En ja, je ziet het resultaat. Hoeveel mensen hier rondlopen. Ik denk tegen de 200. Goedemiddag allemaal. We vinden het bijzonder leuk dat zoveel mensen hier naartoe zijn gekomen om elkaar nog een keertje terug te zien en ook ons terug te zien. Dat doet ons veel plezier, want dat betekent dat je altijd toch, denk ik, een leuke tijd bij ons hebt gehad. Anders was je niet vandaag teruggekomen. We houden het kort zoals Gerard zei. U kunt genoeg met elkaar praten en ook met ons. En ja... Dan geef ik het woord maar aan mijn vrouw. Maar die heeft thuis ook het grootste woord, dus dat mag ze hier ook. Ja, dat is waar hoor. Ja, jongens, ik vind het helemaal geweldig. Dat weten jullie zelf ook wel de vorige keer hoor, met die dansavond. Maar er ook 150 man. En dan nou deze keer met bijna 200. Ja, het is gewoon grandioos. Dit is ook echt de laatste keer dat wij zo in het openbaar zijn, denk ik. Misschien komen we elkaar eens een keer tegen in de stad. Ga je verder als kluizenaar? Nee, ga niet als kluizenaar. Maar in deze getale natuurlijk niet. Ik hoop dat jullie allemaal een hele gezellige middag hebben. Dat je elkaar een klein beetje kunt vinden in de massa. En dan, wens ik je veel plezier. Er mag soms weer meegedanst worden hoor, geen probleem. En hij gaat soms weer zeggen wissel, geloof ik.